Welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een GM video voor jullie met het thema Valentijn. Want het is 14 februari, natuurlijk Valentijnsdag. Ik heb voor deze video ook een kortingscode. Dat is LOVES3761. Of je kan natuurlijk mijn eigen bijtje op 55 gebruiken voor 15% korting. Nou, ik heb hier dus de zak. Ik heb een paar dingen alvast in elkaar gezet, dus die zitten niet in deze zak. Maar ik ga het gewoon aan jullie laten zien. Ik ga er gewoon één voor één eruit trekken. We beginnen met nummer 1. Dat is dit ding. Dit is een massagegun. Dat staat er ook op. Dit wou mijn broer hebben. Dus zijn vriendin kan lekker aan de slag met mijn broer zijn rug masseren. Super Valentijnsdag. Nieuw cadeautje. Ik heb hier dus de machine. En daar kan je dus verschillende dingetjes op doen. Nou, je hebt deze bol. Die kan er zo in klikken. Ik denk dat hij nog... Volgens mij zit het zo goed. En dan kan ik hem aanzetten. Even kijken. Zie je? En dan... Oké. En volgens mij kan je ook voor verschillende standen. Want deze is iets harder. En dit is dus... dit is de middelste stand. Maar ik kan... Dit is de hardste stand. Bij deze zie je niet gebracht. Hij heeft dus volgens mij 6 verschillende standen en zo gaat hij nu dus de middelste stand. En dan kan ik hem ook weer uitzetten. En dan heb je dus ook verschillende dingetjes die je erop kan doen. En eentje met 2 en nou van alles. En natuurlijk ook een oplaaddraadje, want je moet hem gewoon opladen. Maar ja, deze gaat mijn broer lekker gebruiken voor zijn rug. Want hij is, ja, gewoon voor zijn rug. Oké, het volgende. Deze had niet op tafel gemogen, maar... Nu hebben we pech. Het zijn sloffen. Nou, sloffen, warme voetjes, is ook nooit verkeerd. Toch? Ook een leuk cadeautje. Nou, het zijn wel hele schattige sloffen. Het zijn een soort, ja, schaapjes denk ik. Beertje, ik denk dat ze schaapjes. En het heeft een heel leuk strikje hier op zijn hoofd. En dit is dus het gezichtje. En hij is super zacht, hier binnen ook. En hier buiten is natuurlijk ook fluffy. Dus ja, zij is wel heel erg schattig. Die is de onderkant. En ik heb er dus... 2. De prijs en het linkje hiervan staan dus ook onder in de beschrijving. Nou, ik heb niet 1 paar sloffen, maar 2 paar sloffen. Want mijn moeder 1, ik 1. Zo. Ah, deze zijn ook schattig. Dit zijn denk ik meer konijntjes. Oeh, deze zijn lekker fluffy. Deze zijn ook heerlijk zacht. Oeh, en deze zitten aan elkaar vast. Zo zien ze eruit. En ze hebben dus ook een heel leuk strikje en oortjes. En de binnenkant is echt super fluffy en ook lekker dik. Zodat je er lekker op kan lopen. Laat in de comments weten welke slof ik doe. Deze of deze? Nou, laat maar weten. Ik vind deze wel super zacht, maar jullie mogen kiezen. Nou, dan gaan deze ook aan de kant. Wee! En andere sloffen gaan natuurlijk naar mijn moeder. Nou, dan gaan we door. En ik mag gewoon het voorste. Wat is dit? Een maat XS. Het is een topje. Een groen topje. Het zag op de foto heel erg leuk uit. Hij heeft van die flare mouwen. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. De mouwen zien er wel kort uit. Maar we gaan het zien. En dit is de voorkant van een topje. Nou, we gaan nog een aan doen. Nou, ik moet even niet letten op deze bruine broek hieronder. Want die lijkt net op een boom. Maar het topje is wel heel erg leuk. Hij is wel heel kort. Dus dat zie je ook wel. De mouwen zijn zo lekker wijd. Dat vind ik wel erg leuk. Dit is de achterkant. En dit is dan de voorkant. Ja, ik geef deze wel een duimpje omhoog. Nou, nu heb ik iets dat ik vaak zie op TikTok. Dus ik dacht, ik ga het ook bestellen. En dat is dit. Ja, niet dit, maar dit zat erbij. Want het past niet helemaal, ik moest in elkaar zetten. Maar dat is dus dit. Woep. Er zit zo'n lintje bij. En het is eigenlijk een hele papieren... Je krijgt alleen maar papier en die moet je dus zelf in elkaar zetten. Daarom staat hij hier zo in elkaar. Maar ja, ik ga even denken van boven filmen, zodat jullie beter kunnen zien wat het is. Nou, dit is een Exploding Photobox. Nou, er zitten nu geen foto's in. En normaal had het lintje eromheen. Maar dat doen we dus eventjes niet, want hij is nog niet gevuld. Als ik deze afhaal, dan valt hij dus open. En dan kan je hier hele leuke foto's in doen of opplakken. En zo gaat hij dus verder. Dus als je de volgende, dan heb je het weer. En weer. Oeh, deze moet aan de bovenkant blijven. En dan als laatste heb je dan nog... Een klein doosje waar je iets leuks in kan doen. Bijvoorbeeld een leuk kettingje of een roosje. Gewoon iets schattigs. En dan valt hij dus zo open met allemaal hele leuke foto's.
Ja, dit is dus deze box. Dus deze box ga ik weer in elkaar zetten en aan de kant schuiven, zodat we hem kunnen gebruiken. Nou, en we gaan door. Dit is een soort Lego setje. Hij is niet van Lego, maar er zitten wel allemaal bloemetjes in. En hier aan de zijkant zie je ook, dit zijn verschillende boeketjes en dit zijn hoe lang ze zijn. Nou, deze ga ik natuurlijk niet nu helemaal aan elkaar zetten, maar ik kan wel laten zien wat erin zit. Oké, er zit dus een doos in en een heel schattig boekje met de bloemen die je gaat maken. En dan zitten er natuurlijk net als... Zitten er... Ja, stukjes Lego in mini stukjes. En die worden dus echt mega groot. Want kijk, ik weet niet of ik het kan zien, maar kijk hoe klein het is. Dus dit is echt heel fijn. En dit zijn dus de stammetjes. Nou, ik zou een foto plaatsen op mijn Instagram. Ah, er zitten ook stickertjes op voor, om het boeketje te plakken. Ik zou op Instagram een foto laten zien als die af is. Dus als je dat wil zien, hou mijn Instagram in de gaten. Dus ja, deze ga ik weer terugstoppen. Ik ga lekker aan de Lego. En... Nou, de prijs staat natuurlijk in de beschrijving. En ze hebben nog veel meer leuke bloemen sets. En nou, ze hebben eigenlijk van alles. Dus ik zou daar gewoon een kijkje voor nemen. Ja, hele leuke dingen. Ga ik door naar het volgende. En dat is dit. Dit is een lege doos. Even kijken. Zo. Ja, zo. En dit staat erop. Die ga ik er eventjes bij pakken. Nou, het is zo'n trap. Dit is de zijkant, dus hij is best hoog vergeleken met mijn hoofd, kijk maar. En dit is de voorkant. En ik heb deze dus besteld, want ik heb hier mijn nagellakjes. En die kan ik dus zo, omdat ik er heb er best veel, zo neerzetten. En dan kan ik al mijn nagellakjes hier gewoon in kwijt, zodat ik gewoon meer ruimte heb op mijn bureau. En dan kan ik dus allemaal kleuren overal, dus ik kan ze ook hier plaatsen en hier en overal in ieder geval. Dus deze geef ik alvast een duimpje omhoog. En we gaan door. En we gaan door. Gabbelen. Dit. Oké, dit is een maatje S. Ik weet wat ik heb besteld. Dit is een topje. En hij is oranje. En ik vond hem er wel leuk uitzien. Of ik hem vroeger aantrek, wist ik niet. Maar ik dacht, ik wil het gewoon bestellen. Want het zag er gewoon zo grappig uit. Nou, het is dus een soort bandeau top. En aan de linkerkant zit dus een soort mouwtje helemaal naar beneden. En ook de kleur oranje dacht ik, misschien kan ik hem ook met Koningsdag aan. En ik vond het ook gewoon een leuk kleurtje. En ik ga binnenkort carnavallen. Dus wie weet wordt dit wel mijn carnavalsoutfit. Let's go. We gaan hem aan doen. Nou, dit is het topje. Ik vind hem zelf heel erg leuk. Natuurlijk wel heel erg zomers. Hier ga ik niet met uit gewoon leuk voor in de zomer of... Misschien toch carnaval. Dit is de achterkant. Die is gewoon helemaal plain. En de voorkant is een... Ja. En dit leuke dingetje ernaast. Nou, ik geef wel een duimpje omhoog. Want ik vind het heel erg leuk. Ja. Gaan we door. Met dit. Dit is een XS. Oh ja. Maar het moet wel zo. Anders ziet het er een beetje gek uit. Dit is zo'n schoudertop. Misschien zit zo op je schouders met lange mouwen en hij is gekropt aan de zijkant. Je ziet het nu heel veel voorbij komen en ik dacht gewoon, ik wil het gewoon proberen. En deze zag heel erg leuk uit, dus ik dacht, ik ga hem gewoon bestellen. Nou, dit is het volgende topje. Ik vind deze ook heel erg leuk. Ja, hij zit gewoon goed en hij zit ook lekker. Hij schijnt wel een beetje door, dus je moet er wel een zwarte kleur onder aantrekken. Maar verder vind ik hem wel heel erg leuk. Dit is dus de voorkant en dit is de achterkant. Ja, ik geef het een duimpje omhoog. En we gaan door naar de allerlaatste. En ik denk dat deze wel alle spectaculaire stoepjes misschien. Geen idee. Ook een XS. Ik ben heel erg benieuwd naar dit topje. Of het wordt een flop of het wordt een top. Dit is een... Oh, ja. Dit is een zilver gekleurd bandeau topje. Lekker stretchy. En hij heeft dus allemaal van die pailletjes erop. Lekker glimmend. Deze kan je ook aan voor carnaval. Of gewoon voor een leuk feestje. Met zilveren hakken. We gaan hem aan doen. Nou, dit is het allerlaatste topje. Zo ziet hij eruit. Dit is de voorkant. En dit is de achterkant. Ik vind hem zelf heel erg leuk. Hij zit ook heel erg lekker. En hij is lekker rekbaar. Dus dat is heel erg fijn. Dus ik geef deze een duimpje omhoog. Ik hoop ook dat jullie deze video leuk vonden. Ik moet natuurlijk wel geen mijl onder aantrekken. Want dit ziet er een beetje raar uit. Maar in ieder geval ga ik hier bij de video afsluiten. Alle items staan gelinkt onder in de beschrijving. Net als mijn kortingscode BUITEN55. En de kortingscode van deze video. Loves en dan een paar cijfers achter. Die staat ook in de beschrijving. Die weet ik helaas niet aan mijn hoofd. Nou, dan zie ik jullie weer de volgende keer. Doei!